twee matten hier naartoe zitten. De derde reis is maar normaal wanneer het erop was. Dat kan ik jullie zien.
Hey, ik heb het wel. Dan gaan we naar de Aikido Yushinkai Kata. Zou je dat vast? Zesde Q. Dat is zeg maar tot en met 3 keer vooruit rollen, een kietest. En dan mag je gewoon erbij blijven staan. En dan gaan zij doen de rest van de beweging. Ja. Hey, gaan we met Saya Kata. Ich, mi, san, shi, ho, ro, shich, ach, 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 Ich, mi, san, shi, ho, rok, shich, ach, ich, mi, san, shi, ho, rok, shich, ach, ich, mi, san, shi, ho, rok, shich, ach. Oké, en zitten. Achter zitten, achter staan. Gaan we. En ich, mi, san, shi, ho, rok, shich, ach. Nou, staan. Ich, mi, san, shi, ho, rok, shich, ach. Oké, om 3 keer rollen van daar hier. Is niet helemaal vanaf het eind. Doe maar vanaf waar jullie net zaten om te spelen. Of na 20 keer rollen? Nee, 3 keer. Nieuwe uit. Okay. Nope.
1, 8, 우리 원시어사, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Make this. Thank you, Lord. I hope you have another thought on by yourself. See what little fleck is? Is that tattoo? For the 6th Q is always a co-type, it's with stokjes. The 5th Q is eerst doen we alles co-type. De ene techniek volgen het hele rijtje zo co-type. En daarna doen we het hele rijtje Juntai. Zonder te stoppen. Ja. We kunnen het wel in elkaar schuiven, want de eerste twee technieken van de 5e Q zijn hetzelfde als voor jou. Dus we gaan gewoon een beetje improviseren. Dus ik zou zeggen, kies je partner en ga klaarstaan hiervoor. Zodat je genoeg ruimte hebt, dat je niet echt naar onder komt. Oké. Okay. Misschien een kotai met Tate Kosadori Kokkinaga, kruislinks. Shomaruchi Kokkinaga, rechtsslag. Thank you.
Lunetsky, Kozakashi, and Katamir, one hour. I
Yonuchi Kokinaga. Yonuchi Kokinaga. That is what. Yokumuchi Shionaga, omote. Munetsuki Gotogaishi. Katadori Ikkyo, omote. Okay, and don't pass it in the bathroom, right?
nog krijg. Bijna. Als je nog intensief buigen, dan... Oké, mooi. Kom terug in je kieën, ontspan. Laat ons klaar voor het eindritueel. Goed, naar Kamisa en naar Sensei. Oké, Kamisa, recht. Sensei, recht. Nou, was heel mooi, was genieten. Diepe zucht. Het is voor opgespannen. Waarom niet, hoor? Nee, dat is niet uit. Zo leuk. Ja, niet gezien, hoor. Ik vond het hartstikke leuk, ik vond het super. Ja. Je hebt er volop van genoten, hè? Kijk. Rianne, je kan vanaf hier kan je mooie foto's nemen. Als we zometeen uitreiken, dan is het ja. Gewoon met die mensen kan je als je daar zo goed dan zit je buiten de camera. Dan kan je plaatsje pakken. Onder de mat die jij kruipt, dat zie je niet zien. Als je hier in gaat halen, met je benen. Ja, dit is het. Ja, volgende. Met die lens maar. Ja, maar. Laatste stukje. Hoe is het voor de toeschouwers? Zullen jullie nog kijken? Nooit. Het is een school, maar het zou aan het worden. Het is echt een. Je kan praten. Alles tegelijk. Het kriebelt nog. Ja, dat is mooi zo met z'n allen tegelijk. Dat is toch wel heel zo. Ja, heel leuk. Heel leuk. Dynamisch en dat kun je van alles zien. Dus, Ja. Ik laat iedereen net wat langer bewegen en dan moet toch iedereen kunnen bekijken. Maar het is wel mooi. Het is echt gewoon performance ook zo samen. Zo'n group performance geworden eigenlijk. En dat zag ook groeien in de performance, zag je ook. Het steeds. Het steeds stabieler, steeds soepeler en steeds mooier. Steeds vermoeier. Nee, zeker, dat is heel mooi. Het stroomde goed. Oké, de uitreiking kijken van de certificaten. Voor jou is het de eerste keer. Dan zit je voor mij en dan groepen we naar elkaar van niet te dichtbij. Ja, precies. Ook niet te ver weg. Ik heb geen go-go wedge te arms, dus dat kan wel goed verder. Dan heb je gelijk uitnodigd, Nathan. Nou, mooi. Ja, dit is zo'n moment, dat zeg ik meestal, van iemand komt binnen, doet een examen. Wat hebben we nou gezien? Nou, goed, dat wat kan je zien. Ik weet nog wel dat je net binnenkwam en zegt, ik zat echt te stoeien met jou om die vormen een beetje te masseren. Toen merkte ik van, nou ga ik mezelf er ook in masseren, ik ga gewoon minder jou masseren dan in. Wat zachter en rustiger. Wat me gelijk opviel, dat je het ontzettend leuk vindt en dat je ook heel erg toegewijd bent om het goed op te pakken. Dus ja, dat vond ik, vind ik dan leuk om dan steeds een tip te geven en om dat terug te zien. Ja, tot dan net hadden we nog een momentje van, hé, als je naar hier op let. Ja. Dus dan wordt het steeds meer in de Aikido vorm ook. Dus dat is heel leuk om te zien, dus die heb je echt mooi ontwikkeld. Je hebt een heel mooi 60Q-examen laten zien. Er zit geen kopje roos aan mij in. Dus, nee. Jij werd ook niet beter, maar mijn 19 jaar ben ik geen kopje roos erbij te noemen. Zelfs ik kan nog leren, blijkbaar. Ja, dat zullen we zien volgende keer. Maar ik vond het heel leuk. Ik ben heel blij en trots dat ik het 60Q-certificaat kan geven. En hopelijk is dat een tussenstation naar verder ontwikkeling. Ja, zeker. Mooi. Ja, alsjeblieft. Zo doen, hè? Een beetje weer afkoelen of warm
tegen. Ook ja, het zag er heel goed uit. Ook net als bij Nathan zag. Jij bent ook heel gedreven. Ook bij de zomertraining was je erbij, samen met Rob ook. De lichting echt altijd aanwezig, heel gedreven om dat te oefenen. En dat zie je ook echt terug, dat heeft zich uitbetaald, want je deed gewoon de vorm echt heel solide. Dat zag gewoon mooi uit. Gerben werd echt vakkundig, telkens in allerlei klemmen gewerkt. Hij kijkt me wel serieus, maar ik vond het niet wel. Dat zag gewoon heel goed uit. Ook in het begin was je wel wat harder, met veel kracht, en dat wordt steeds meer key ook. Dat is leuk om te zien. Helaas ga je stoppen nu, maar ik hoop dat dat tijdelijk is. Dus, ook volgens mij meerdere met mij, dus wie weet helpt wel. Maar op dit moment, ik wil aan je 50 kilo certificaten geven, omdat ik je wel dik en dwars verdien. Dus bij deze genomen. Bezig is met Aikido, heel gedreven erin is. Die gedrevenheid in het begin leidde ook al tot wat spanning en hardheid. Eigenlijk toen je dat door had, werd het eigenlijk al meteen veel meer ontspannen. En wat je vandaag liet zien was echt heel solide, op een hele ontspannen manier. Dat je gewoon heel duidelijk de vormen ziet. Dus ja, dat was echt niet. Vanuit mijn gezichtspunt stond je een beetje verborgen achter Irene, maar het hielp je niet. Ik kon het nog steeds goed zien. Ik kon er erg van genieten. Dus ik ook, wat ik net ook al zei, het lijkt alsof het examen een eindpunt is, maar eigenlijk is het maar een station waar je zo voorbij rijdt. En vandaag hebben jullie met z'n allen dat station gepasseerd, zeg maar. Blijf nog even, vier het nog even, maar we passeren het zo. En ik vond dat ook weer heel solide eruit zien na 50 kilo. Dus laten we lekker verder gaan. Een groei in Aikido. Absoluut. Dat is een mooi moment. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, nu er weer een dame voor me zit, zegt ik me eigenlijk dat ik net zo keek dat de dames rijk vertegenwoordigd waren net in het examen. Het was ook heel mooi om te zien, ieder ook individueel, maar ook jullie samen gaf echt een ander soort energie. Dat is heel goed te zien, dus ik zat ook best wel eens naar jou met een schuin oog te kijken, maar het was wel zacht, het was heel mooi. Dus, je ziet, dames hebben een ander soort key, zeg maar. Niet dat het volledig anders is, maar je ziet daar een element in wat het heel mooi maakt. Wat ook onze vereniging echt verrijkt. En wat ook gewoon leuk is, dat er meerdere dames zijn die zich gaan ontwikkelen zijn. Dus dat is, dat vind ik echt gaaf om te zien. Dat is gaaf als het doet. Qua technieken, qua je uitvoering, ook gedreven. Als je iets doet, dan wil je het graag goed doen. Dus, je kan niet zo vaak komen misschien als je het zou willen, maar je komt wel regelmatig. Zeker na de aanloop van dit examen ben je echt eerlijk je gas gegeven. En je hebt ook echt gezien dat je daardoor weer gegroeid bent. Dus echt, de frequentie is een mooie input om te groeien in Aikido binnen de mogelijkheden. Je performance zag er heel solide uit. Echt alles voerde je netjes uit, alle technieken, dus dat zit er gewoon prima in. In het begin al gaat het lukken, maar helemaal prima. En ook het gebruik van key, en je hebt natuurlijk wel een goede partner, die zijn goed met elkaar ingespeeld. Dus dat is heel mooi om te zien. Dus ik zou zeggen, ga vooral zo door. En dan is het een mooie station geweest, de 50 kilo. Kijk, alsjeblieft. En last but not least. Het zag er ook heel solide uit.
Ja, dat is ook leuk om te zien. Iedereen heeft zijn eigen vaardigheden qua coördinatie en hoe het lichaam beweegt. En daarin zie je die ook wel aan het groeien. Er komt steeds meer rust in, de coördinatie wordt steeds duidelijker. En dat is mooi om te zien. Tocio hebben we vandaag aangewerkt, dat is wel wat meer gevorderd niveau, maar dat zal jou helpen om nog meer die ontspanning te bewegen. Dat zie je eigenlijk nu al meteen terugkomen. Los daarvan ook dat je inzet als voorzitter, dat is ook super, dus je bent gewoon heel betrokken bij de vereniging. En dat is echt heel fijn, mede dat we nu extra mat hebben, dat is onder andere ook door jouw samenwerking met andere verenigingen hier om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, heel leuk. Ik zeg, ja, het is wel heel groot op mijn zin. Ja, denk ik ook wel, ja. Nee, mooi. 50Q, het zag gewoon heel goed uit. Prima, leuk. Trots op. En we gaan vooral zo doen. Kijk, alsjeblieft. Mooi. Laten we even ons oog dicht zitten. Kerstborrel die roept, waar ik... Beginoefeningen en de ki-ademhaling, dat kan je juist gebruiken om de ki te laten stromen. Want meestal ben je al een beetje zenuwachtig. En juist door dat te gebruiken, door erin te zitten, dan krijg je precies wat jij zegt. Hey, het is alweer voorbij. Hè? Dat je dat gewoon echt ingevoerd. Jij vertelde het ook. Vond jij het gaan? Ja, ik heb het meeste zag ik op het begin. Oh ja. Om een goed heen en weer te kijken. Ja, maar de rest ging gewoon wel. In het begin was eventjes een beetje... Het lastiger dan zeg maar, de oefening in te komen. Ja. Dat gebeurt wel vaker, hè? Dan ben je gericht op de technieken. Maar in onze stijl hebben we gezondheidsoefeningen, die zijn echt heel belangrijk. Dat zijn zeer essentiële oefeningen om de gezondheid te stimuleren. Key-testen, ook een heel belangrijk onderdeel van onze stijl van Aikido. En dan de kata.
En dat zijn allemaal onderdelen van hydrotechniek, dus dat zijn wel belangrijke onderdelen. En vaak kijk je alleen naar de technieken die je moet doen. Jouw examen, dat zijn die technieken. Maar alle onderdelen op zich zijn even belangrijk. Dus dat waarschijnlijk besef je dat nu nog mee. Dus dat is leuk om het zo op te leren, maar je hebt de eerste stap gemaakt. Volgende gaat het weer beter. Nou ja, wel lekker eigenlijk. Het was wel in het begin dat ik heel erg op de onderzoek ging letten. Nou ja, toen ging ik even typen toepassen. Ik probeer het gewoon zelf te laten stromen, te voelen. Zeker bij het begin. En eigenlijk deed ik hetzelfde weer. En dat is echt vervelend. Ik had heel erg in mijn hoofd zat. Het gaat niet goed zien, hè? Ja, beter zelf of ziek dan wel. Maar op een gegeven moment heb ik dat maar een beetje los. Ja, en heb je dan verschillen? Wat gebeurde er toen? Nou, ik was in ieder geval zelf rustiger. Ik merkte wel dat op een gegeven moment. Ik was blij dat ik op een gegeven moment ook ging doen. Dat ik weer heb gegaan. Maar dan was ik rustiger, zeg maar. Ik had in het begin wel zelf misschien. Ja, dan maak je die transformatie tijdens de performance. Dat is ook in Aikido zo belangrijk. Dat je, het gaat er niet om dat het perfect gaat, maar als je even kwijt bent, dat je weer instapt. En dat je eigenlijk door het doen verbetert. Net als wortel van een boom of een plant. Je verdiept zich in de grond, zeg maar. Tijdens het doen verdiep je erin, tot in de aardvaten. Gaat het door je helemaal stromen. En dat je het ook bij die andere voelt stromen. Ja, dat is leuk. Ja, nou, ik was vandaag niet zo lekker, dus ik dacht, oh jee. Voel je dat ook, dat je gecentreerd was en ontspannen? Heb je dat ook tijdens de beweging? Ja, dat is zo. En nog iemand, laatst een paar kreten van toeschouwers, wat is opgevallen, wat heb je gezien? Allereerst dat het niveau van de rol daalt. Ik vond het heel leuk om te zien dat mensen buiten de techniek in te zetten, die zeiden bijvoorbeeld dezelfde techniek naar boeren, en nadat het opgestaan werd, gelijk de boeren uit. Oh, dat moet ik nou, of is die andere ook door elkaar, dat ging wel heel gloeiend door. Even stralen. Naar een fysiek. Ja. Leuk. Compliment. Mag niet wel. Zeker niet, hè. Andere iemand? Ja, ik vond dat wel veel mensen gesproken. Die zijn wel van tevoren een beetje van, gaat dat lukken? Dat ik vond dat heel, als toeschouwer ziet er veel beter uit. Dat ik zelf ook een examen aanvragen. Dat het beter als je voor het toekijken dat je het zelf in je hoofd had. Dat ik ook heb wel met Linda gesproken vorige week en Bas ook nog een keer. En zelf heel erg van, ik zit er wel in, dat zag er heel goed uit. Dus, het verschil tussen je eigen beleving en hoe het er uit ziet, vind ik wel heel apart om te zien. Meestal ben je zelf te kritisch. Ja, kritischer dan zoals het uit ziet. Dus op je los maar. Ja, als je echt zo'n Aikido ziet, dat is wel heel mooi om te zien. Eigenlijk dat je ook steeds meer op elkaar in ziet spelen. Ja, dat is ook heel mooi om te zien. Steeds meer één geheel. Je doet dat al een beetje, of zeg je nou wel spannend om ook hetzelfde te gaan doen? Dat was een beetje spannend. Ja. Het voelt nu een beetje als een kind dat nog met dikke bandjes zwemt die in het diepe gegooid wordt. Ja, we gaan niet proberen. Nee, maar het begint wel van, weet je. Ja, als je inderdaad al zo bezig ziet, dat zijn wel technieken wat je ook wel regelmatig doet. Dus, ja. Ja. Heel goed. Van jij kan je hebt al een tijdje met ons mee getraind en je komt weer terug. Wat vond je ervan als je dit zou zien? Het is vooral de hele tijd. Oh ja. Zo leuk. Het komt allemaal weer terug, heel snel. Je
je leuk om erbij te zijn? Ja, dat is zeker. Ja. We hebben nog 2 weken vakantie hierna, maar daarna dan staan de deuren waar ga ik open. Vliegen bij komen of wat? Ja, dat is wel nodig. Ja, oh ja, we staan nog gezegd. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. En laatste nog iemand in brand iets op je tong wat je graag wil delen. Het is heel anders. Van de week zei iemand, ja, alle sportverenigingen mogen allemaal terug. Mm. Ik heb veel subsidies aangevraagd en best wel slecht aan de verenigingen. Mm. Ik zie dat hier zit zelf goede energie. Mm. Gaat gewoon zo goed. Ja. Ja, dat gaat terug omdat het niet is. Ja, dat is besef je ook dat het niet is wat vanzelfsprekend is, hè? Doordat we elke keer in het moment die energie erin stoppen, ervaren we dit steeds is iets wat niet. Je kan niet zo laten, oh ja, het gaat wel goed en dan hoef je niks meer te doen. En door elke keer dat we in het moment daarin zijn, ons best doen, dat doen we aan bezig zijn, dan is steeds in de flow, dat zou zo naar het gaan. Ja. Nou, mooi. Het motto van Aikido Yujin Kai. Ik ben zelfgeest. Ik ben zelfgeest. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Ook als iets mij tegenzit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ook als iets mij tegenzit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest, die ik in woorden en daden uitdruk. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest, die ik in woorden en daden uitdruk. Ik geloof in het leven en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Ik geloof in het leven en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Ja, zaterdag is dus het seminar met Wil. Er zijn nog best wel veel aanmeldingen, ook vanuit andere dojo's. Dus een mooie opkomst hebben we al. Maar mocht het in je agenda passen, probeer erbij te zijn. Dat is heel bijzonder. Je vraagt om met het thema Aiki aan de slag te gaan. Waar we net over hadden, die goede sfeer. Samen zijn, die harmonie creëren. Dus dat wordt heel leuk. En anders fijne vakantie gewenst, de eerste dagen. En nieuwjaar. We gaan volgend jaar weer verder in 2015 nu. Het is handig als we een beetje vlot de mat opruimen, dan kunnen we daarna drinken en gaan we daar eten. Dit wordt wel een smalle straatje hier.